Jullie gaan nu de startbewijs ophalen, of niet? Ik heb hem al opgehaald. Hij heeft hem al. Alleen hij doet me zeer. Oh, hoezo doet hij zeer? Hij zet me te strak eromheen. Ik wil even vragen of hij wat lossen kan. U gaat op dit moment uw startbewijs ophalen voor de 50 kilometer. Ja, klopt. 50 kilometer, ja. En waarom? Omdat ik die heel vaak heb gelopen. En, ik loop met mijn 3 zonen en ik loop ook allemaal 50. Dus ja, het is veel gezelliger om mezelf te lopen. Waarom ga je de 50 kilometer lopen? Ja, dat is ook mijn enige vraag inderdaad. We hebben al een aantal jaren 40 gelopen. Dus ja, dat weten we en dat kunnen we. En dit jaar hadden de mannen die hadden geroepen van nou wij doen mee, maar alleen als jullie ook meelopen, de 50 gelopen. Heeft u dus de Vierdaagse al wel vaker gelopen? Ik ga voor de 11e keer. Voor de 11e keer? Ook voor de 11e keer de 50? 11 keer 50. Hoe train je daarvoor? Het zit tussen de oren. Maar is er 50 kilometer niet ontzettend veel? Nee, dat valt wel mee. Het is gewoon, dat is 10 meer dan 40, hè? En 20 meer dan 30, dus valt mee. Dit jaar 1 dag korter, hoe vindt u dat? Ik respecteer de besluit. Ja. Verstandig besluit. Volgend jaar ook weer dan? Ja, vast wel. Want ik ben niet zo'n goede loper, maar het feest en de sfeer hier zo geweldig. En, dat houdt u ook misschien wel op de been? Ja, zeker weten hoor. Hier krijg je heel veel positieve energie van.